Welkom. Leuk dat u kijkt. Mijn naam is Mike en ik wil u iets gaan vertellen over het bewerken van foto's in Lightroom 5. En in deze video wil ik het specifiek hebben over het HSL-paneel. Niet te vergissen met de hoge snelheidslijn, daar heeft het niks mee te maken. HSL, hier staat hij, klik er eventjes op. HSL staat voor Hue, Saturation en Luminance. Dat is de Engelse term voor kleurtoon, verzadiging en luminantie. Ze hadden dus net zo goed KVL kunnen noemen, alleen niemand weet wat KVL is. En als je HSL zegt in de kleurenwereld, dan weet men over het algemeen wel waar je het over hebt. Ik denk vandaar dat er gekozen is voor deze term. Ik wil dat de foto goed zichtbaar is in dit verhaal. Dus ik ga eventjes dit paneel aan de linkerkant dichtklappen, zodat ik de foto wat groter in beeld krijg, zoals u ziet. En ik kan hem dan ook veel beter beoordelen. Ik ga de foto niet op de normale manier beoordelen, want ik wil u de invloed van dit paneel laten zien. En dat werkt beter als ik niet eerst de andere bewerkingen ga doen. Ik wil u in het begin uitleggen wat het verschil is tussen kleurtoon, verzadiging, want u ziet u heeft drie paneeltjes hier ter beschikking, en luminantie. Er zit nog een paneel, dus alles krijgt u, ik zal het even laten zien, alles te zien. Dat vind ik een beetje overweldigend, dus ik druk gewoon even op de kleurtoon. Ik begin met het uitleggen van kleurtoon, wat dat is. U ziet hier de rode motorkap en ik ga de kleurtoon van het rood veranderen door die slider hier naar links te brengen. Dan wordt het verhaal denk ik een stuk duidelijker. En u ziet het rood verandert in paars. Een soort paars, roze-achtige tint. Heel raar, dit is niet meegegaan, dit wel. Heel raar verhaal, hele rare kleur krijg ik nu. Ik ga nu en weer terugbrengen. Hij wordt weer mooi rood. Ik ga hem nu naar rechts brengen. En u ziet, hij gaat richting het oranje. Goudkleurig oranje. Ik beïnvloed dus de kleurtoon. Hè, dus de kleur verandert echt. Met deze slider. Deze slider zou je als het ware achter elkaar kunnen plakken. Dit is rood. Dan ga ik naar oranje. Ga ik hier beginnen bij oranje. Ga ik helemaal tot geel. Geel. Gaat helemaal door tot groen. Enzovoort. Ik kan ze als het ware achter elkaar plakken. Alleen zijn er stukjes gehakt en ik kan al die kleuren apart beïnvloeden. Dat gebeurt er met kleurtoon. Dan ga ik naar verzadiging. Dan gaan we weer naar het rood kijken. En als ik nou de rode slider helemaal naar links bewerk, helemaal naar links beweeg, dan ziet u, gaat ik in de min en haal ik dus de verzadiging eruit. En nu lijkt het wel alsof die auto een jaar of 10 in het zonnetje heeft gestaan. Alsof al het pigment als het ware uit die rode kleur is gehaald. De kleur is helemaal verbleekt. Als ik de verzadiging nou helemaal naar de andere kant op breng, dan krijg ik een enorme, rijke, diepe kleur rood. De verzadiging is helemaal top, zeg maar. Het is helemaal op zijn maximum opgedreven. Meer rood zit er op dit moment niet in deze foto. Dus daarmee, met deze slider, bepaal ik hoe rood rood wordt. Kleurtoon blijft hetzelfde, alleen de hoeveelheid verandert. En dan heb ik nog een slider, luminantie. En luminantie staat voor, heeft iets met verlichting te maken. En u ziet hier, dit deel rood is een stuk lichter dan dit deel en dan dit deel. En ik ga nu eens even de luminantie terugbrengen. En u ziet, de hoeveelheid licht op die motorkap wordt dramatisch verminderd. En het spotje wat erop stond, zeg maar, het gevoel in ieder geval van het spotje, die verdwijnt helemaal. En deze kleur komt aardig in de buurt van dit. Op het oog dan. Hè? Als ik hem nu helemaal naar rechts ga brengen, dan lijkt het wel alsof niet dat ene spotje aanstaat, maar alsof er twee of drie of vier spotjes tegelijk op die motorkap staan gericht. En het rood begint helemaal bijna chemische licht te geven. Het lijkt echt wel alsof er een paar hele grote spots op staan. Ik kan dus de kleur, de hoeveelheid licht die kleur weerkaatst of weergeeft, kan ik met die luminantieslider kan ik die beïnvloeden. Ik kan dus op drie manieren die rode motorkap beïnvloeden. Dat is best dat is een heel krachtig middel, zeg maar. Maar als u een 16-bit kleurafbeelding heeft, heeft u miljoenen kleuren ter beschikking. Maar u heeft maar 8 sliders hier. En dat op zich is dan weer een hele grove manier van bewerking. Nu heeft Lightroom daar wel iets op gevonden. Want als ik nu naar deze motorkap kijk, dan is die niet alleen maar rood. Daar zit waarschijnlijk ook een stukje geel in of een stukje oranje of blauw. Daar zitten verschillende kleurtinten in. Maar die kan ik op het oog
niet zien. En dan moet je al heel veel verstand van kleuren hebben, wil je precies weten wat er allemaal in die kleur zit. Nou, Lightroom heeft daar een mooie oplossing voor gevonden. Hier zit een mooi soort kleurpikkertje als het ware. En ik klik er eventjes op. En u ziet, mijn muis is veranderd in een kruisje met een rondje en twee pijltjes. Nou, dat rondje en twee pijltjes stelt uw muis voor. En daarmee wordt bedoeld dat je de muis in moet drukken en dan naar boven en naar beneden moet gaan. En dat kruisje bepaalt welke kleur ik kies. Ik ga nu met het kruisje op de rode motorkap staan. Klik op de linker muisknop. Ik sta in het kleurpaneel kleurtoon. En ik sleep hem nu naar beneden. En als ik hem naar beneden sleep, krijg ik weer die rare paarse kleur. Maar net wat anders dan eerst. Als ik nu naar mijn paneel kijk, dan zie ik dat niet alleen maar de rode kleurtoon is beïnvloed, maar ook de oranje kleurtoon. Er zit dus in die rode motorkap zit ook een stukje oranje. En ik zet hem weer even terug. Wie heeft dat nu gezien? U moet nou ook eens opletten hier. Dit is ook in diezelfde kleurtoon meegegaan met dit. Ik zet hem eens even terug. Als u naar de motorkap en het spatbord in de gaten houdt, zie, dan is dat ook zo. Dit is licht en dit is donkerrood. Als ik alleen de rode kleurtoon terugbreng, krijgt die paarse kleur weer. Maar dit ga je lang niet zoveel mee. Dat komt omdat hier blijkbaar het oranje meer invloed heeft. Ik zet hem terug. En ik vind zo dat de kleur naar 40, daar stond hij net op, ongeveer 43. Ik vind dat deze kleur nu veel beter overeenkomt met deze, als dat oranje er niet in zou zitten. Op deze manier kan ik dus op een correcte manier alle kleurtonen van het rood beïnvloeden. Nou, ik zet hem even terug. Ik ga eens even naar de luminantie, want de luminantie had net ook veel invloed. Want ik wil dit, dat stukje lichtrood, wil ik er eigenlijk wel uit hebben. Wil ik wat dieper rood hebben. Dus ik klik er met mijn linker muisknop op. Ik zit in het luminantiepaneel en ik sleep hem naar beneden. En u ziet, nou, tot zover vind ik hem wel mooi. Als ik nou kijk, ik zit nu op 70%. Dan zit er 26% minder oranje ook in. Dat wordt ook hier weer gedetecteerd door Lightroom. En ik heb nu een correcte luminantieverschuiving gemaakt in dat rode gedeelte. Nu tenminste een rood-oranje gedeelte voor het oog rood. Dat werkt dus hartstikke goed. Hier op de achterkant zie ik ook een witte vlek van een spot of iets dergelijks in dat blauwe gordijn zitten. Als ik dat er nou ook uit wil halen, druk ik weer op mijn linker muisknop. Ik zit in het luminantiepaneel, want het gaat om licht. En ik schuif hem nu naar beneden. En u ziet het gordijn alsof het lichtje langzaam gedoofd wordt. Als ik nou ga kijken, dan is er een stukje blauw uitgehaald, bijna het volle. Maar ook paars is daarvan op invloed. Dat is helemaal teruggedraaid naar 35%. Als ik nu dat wit hier ook, of tenminste dat crème-achtige dak, ook dat licht uit wil halen, gaat dat ook. Maar als ik nu naar mijn sliders met mijn rechter oog even kijk, dan zie ik dat in dat witte dek blijkbaar ook een stuk geel zit. En ik krijg nu een hele rare kleurvervorming. Ook dat oranje is teruggegaan en dat oranje zat ook in die motorkap. Dus ja, hier kom ik niet mee weg. Dit kan ik niet maken. Ik breng dat oranje weer terug naar de... Volgens mij zat het op 26% zo'n beetje. Ik zet dat geel weer terug. Dus dat kapje blijft hetzelfde. Een ander trucje in dat geval, wat wel zal werken, denk ik, is dat ik de verzadiging, ik sta nu even in het verzadigingspaneel, terug ga brengen van dat gele kapje. Ik wil dat die wat witter wordt. Klik met de linker muisknop, sleep hem wat naar beneden en het kapje is nu mooi. Ik doe het even tot in extreem. Het wordt helemaal wit. De hele foto wordt bijna wit. Alles wordt nu beïnvloed bijna. Of tenminste oranje en geel. Breng dat ietsje terug. En zo is het kapje mooi wit. En u ziet, ik heb de hele foto veranderd. Ik heb dat blauwe gordijn heb ik beïnvloed. Ik heb de rode luminantie hoeveelheid heb ik beïnvloed. Ik heb het gele kapje weer wit gemaakt. En dus ook de banden. Moet u even in de gaten houden. Ik zal voor de aardigheid nog even een keer op verzadiging dubbelklikken. Als u dan eventjes deze band in de gaten houdt, de kleur van die band, of in ieder geval hoe het eruit ziet, zie dan is dat geel komt weer terug. Nou, dat wil ik niet, dus ik pas dat dakje aan, maar de banden gaan ook mee. Nou, in dit geval vind ik dat geen probleem, als dat dezelfde kleur wordt. Dus sterker nog, ik vind het wel mooi, maar dit zou ook een ander onderwerp kunnen zijn, dan zou het wel een probleem kunnen zijn. Je moet eens even in de gaten houden met welk paneel u bewerking gaat doen en wat voor invloed dat heeft op de rest van de foto. Dit is qua kleuren natuurlijk een redelijk eenvoudige foto. Er zijn drie hoofdkleuren aanwezig, rood, wit en blauw. Dit valt dus goed te doen. Het gaat lang niet altijd zo mooi en zo makkelijk, maar vandaar dat ik deze foto heb uitgekozen.
Wanneer komt dit in de praktijk nou voor? Nou, ik heb het vaak als ik feestjes fotografeer en lopen mensen met rode kleding, een rode broek, een rood jasje. Dan lijken het net op de foto achteraf lichtboeien. Zoveel licht geven die. En dat, ja, dit geeft vaak hele rare kleurvormen in een foto. Dus ik haal dan vaak wat rood qua verzadiging. Haal ik wat naar beneden of de luminantie. Nou, en dan wordt dat jasje of die broek in het rood, wordt dan weer gewoon, krijgt weer een normaal beeld. Normale tint. Ik heb dat ook wel eens met grasvelden. Als ik in de natuur fotografeer en er is een groot grasveld, lijkt het soms wel chemisch groen het gras. Terwijl toen ik er was en ik keek naar het gras, was dat absoluut niet zo. Die kan ik dan mooi, vooral met die kleurenpikken erop gaan staan. En dan kan ik de verzadiging wat terugbrengen of de kleurtoon kan ik veranderen. Als ik van chemisch groen bijna naar een normale graskleur wil gaan. Vaak is het even spelen tussen die drie waardes. Maar over het algemeen kom ik daar wel uit en kan ik mijn foto dus nog redden. En haal ik dus het resultaat wat ik wil halen. Ik zal voor de aardigheid even op de backslash-toets drukken. Dan zult u zien, kijk, zo begon het. En zo zijn we geëindigd. Foto's dus klaar voor de rest van de verwerking. En de kleuren zijn nu in mijn optiek een stuk aangenamer om naar te kijken. De foto mag wat meer licht hebben en andere zaken. Maar dit is dus wat het HSL-paneel doet. Ga ik ook nog even over het kleurpaneel praten. Het kleurpaneel is precies hetzelfde als het HSL, alleen het wordt op een andere manier weergegeven en nu werkt op een andere manier. Ik kan hier rood, ik heb nu per kleur heb ik zeg maar een slider. Ik druk even, oh, als ik alleen het rood wil hebben, dan moet ik gewoon, denk ik, ja, kan ik gewoon op het kleurtje drukken. En nu kan ik de kleurtoonverzadiging en luminantie in één paneel van alleen maar het rood bewerken. En anders, als ik dat in HSL deed, dan deed ik dat niet per kleur, maar dan deed ik dat per soort van bewerking. Dus kleurtoonverzadiging of luminantie. Maar je ziet, je kunt vele oplossingen maken voor een. Vele oplossingen bedenken voor allerlei problemen die voor kunnen komen in foto's als het om kleuren gaat. Ik bedenk me net, ik gebruik het ook wel eens stiekem in herfstfoto's. Als ik het blad aan de bomen wat geler wil hebben, zit een fantastische oplossing om dat te doen. Hele creatieve oplossing. Ik zou zeggen, ga het eens proberen. Pak eens wat foto's waar rare kleuren in zitten of waar hele duidelijke kleuren in zitten. Ga er eens mee spelen. Je kunt auto's van kleur laten veranderen, de kleding van mensen. Nou ja, je kunt het gek niet bedenken. Ga ermee spelen, ga ermee rommelen. Laat uw suggesties, uw vragen, uw gedachten rustig achter beneden deze, onder deze video. Je mag me ook een mailtje sturen, mikesluitertijd@hotmail.com. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u heel veel plezier met het maken van foto's en het bewerken daarvan. En graag tot de volgende keer.